Sander Fischer, één week voor de competitie tegen NAC. Grote vraag, zijn jullie er klaar voor? Het was niet altijd best, maar we moeten nu hard naar zaterdag werken. En dan NAC uit, dus gaan we het zien. We hebben er zin in ieder geval. Ja, dat was vandaag niet altijd te merken. Je geeft het zelf aan, was niet al te best. Een beetje slordig, soms een beetje, het leek een beetje slappe hap. Pardon. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling om dat zo te doen, om het zo maar te zeggen. Maar het lijkt me duidelijk dat wij veel beter kunnen en moeten. En die druk moeten we onszelf opleggen. En dat is nodig, zeker in de Eredivisie. Ja, want jullie hebben 3 keer tegen een betaald voetbalorganisatie geoefend. Nu dan gewonnen, moeizaam, 1-0. Ja, dan zou je zeggen, NAC, dat is andere koek, die straffen foutjes wel af. Misschien. Maar goed, je weet dat voorbereidingen altijd weer andere wedstrijden zijn als de competitie. En we hebben nog steeds vertrouwen in onszelf. Alleen we moeten keihard werken. En dan ga je pas kansen maken en kansen creëren. Daar moeten we ons allemaal goed van bewust zijn. Trainers die willen vaak 1 week voordat de competitie begint toch wel met hun sterkste opstelling spelen. En dan miste ik de naam van Sander Fischer aan het begin, de aanvoerder van vorig jaar. Zou je wel eens je plaats kunnen verliezen? Nou, dat mag ik niet hopen. Daar ga ik niet vanuit. Ik ben dit jaar weer aanvoerder gemaakt, dus daar ga ik niet vanuit. Het feit is wel dat je altijd moet presteren. Dat lijkt me duidelijk. Alleen ik heb er zin in en ik laat me daarvoor op. Ik ben naartoe aan het werken. Ik wil volgende week gewoon vlammen. Ja, hij heeft geen signaal gegeven van ik wil met mijn sterkste elftal in die laatste oefenwedstrijd spelen. En dit moet het elftal zijn dat volgende week in principe de competitie ingaat. Nee, we hebben 3 goede centrale verdedigers. En ik was al 2 keer gestart. Nou goed, nu de andere en zo heeft iedereen eerlijke kansen. Uiteraard had het vandaag nooit 8-0 geworden, maar wel gek, hè? Een paar weken geleden, maanden geleden, winnen jullie hier makkelijk met 8-0. Spelen jullie deze tegenstander helemaal zoek. En vandaag, wanneer jullie eigenlijk ook een niveautje hoger acteren dan de tegenstander, is het heel moeizaam. Ja, nee, goed, dat is voetbal, hè. Maar dat is hetzelfde ook weer. Je zegt zelf, 3 wedstrijden moeizaam. Maar goed, van Eagles op zich niet zo slecht bij ons. En het was gewoon een redelijk goede Eredivisie wedstrijd, om het zo maar te zeggen. Maar we moeten en we kunnen beter. En laat ik zeggen, laten we dat maar in de competitie doen. Jullie hebben lang kunnen feesten naar aanleiding van de promotie. Jullie kijken er allemaal naar uit. Niet iedereen heeft ooit in de Eredivisie geacteerd. Is dit echt een thema? Ben je ook benieuwd hoe dat eraan toe gaat vanaf volgende week? Ja, goed, iedereen wil gewoon op dat podium spelen. En of je nou wel of niet al daar wat wedstrijdjes op gepresteerd hebt, dat wil je. En, goed, dat is voor ons allemaal het podium waarop we ons willen laten zien. En, daar hebben we gewoon zin in. En natuurlijk kijken we daar naar uit. Want het is leuker om voor laat ik zeggen, meer mensen te spelen dan voor een normaal toeschouwersaantal dat bijvoorbeeld hier zit.